paars en donkerblauw onder stokje. Nee, dat zijn er best wel veel. Of je ging voor de brons, mosgroene en de bruine. Die mocht je ook noemen. Dat is allebei goed. Laatste waar ik nog op letten is hoe dekkend heb je geschilderd. Dat hebben jullie best wel goed gedaan, maar hier en daar zag ik dan ineens een te licht kleurtje. Dan heb ik je een halfje eraf gehaald als ik het te licht vond. Zo ben ik op je cijfer gekomen. Jullie hebben het als klas heel goed gedaan. Dus ik ben best wel trots eigenlijk. Volgens mij zijn er helemaal geen onvoldoendes, dus dat is super knap. En neem hem mee naar huis. Want hij is voor jullie. Ja? En liefst niet tijdens een uitleg. En ook als een van ons aan het woord is, geen vragen stellen. Daarna mag je vragen stellen en niet praten. Is dat redelijk? Ja. Mooi. Goed. Kunnen we het zijn klaar? Kunnen we beginnen? Ja. Oké, okay, nou gaan we beginnen. Luister, vanmorgen ben ik wakker. In mijn IKEA-bed. Kijk eventjes op mijn Samsung en dan zeg ik, hey, mevrouw Gina heeft gebeld. En ze heeft ook geappt en in het appje stond, ik trek gauw even mijn Nike schoenen aan, want ik stap zo met een Renault Clio, want we hebben haast, dus we moeten naar school. Ik denk, oh jee, dus ik ga een boterham gesmeerd met café pindakaas. En gauw ook mijn G-Roll shirtje aangetrokken en schoenen van onbekend merk. Ben ik in mijn VW Polo gestapt en gauw naar school gereden, want ineens dacht ik, oh ja, het gaat vandaag over merken. En daar hebben jullie eigenlijk best wel veel over mezelf verteld, terwijl ik alleen maar een paar merknamen heb genoemd. Klopt dat? En toch hebben jullie al een soort beeld van mij, denk ik.
dus vandaag over hebben. Wat voor verhaal zit er eigenlijk achter merken? En we gaan zelf een merk bedenken. En als we tijd hebben, ook nog een logo bedenken. Misschien kunnen we eventjes naar de volgende sheet gaan. Oh, daar staat het. Mooi uitgeschreven, dus we gaan een product verzinnen, een merk erbij maken. Als we nog tijd hebben, een logo ontwerpen. Maar eerst, jullie hebben hier zelf ook een mening over. Waarschijnlijk nog een veel betere mening dan wij. En jullie hebben huiswerk gemaakt. Daar gaan we eerst eventjes over hebben. Over wat jullie leuke merk vinden. En wat jullie huiswerk inhoudt. Yes, dan gaan we naar de volgende sheet. Kijk eens aan. Deze merken waren in toen wij wat jonger waren, net zo oud als jullie. Wat valt jullie hier aan op? Wie kan mij helpen? Lois? Nou, er zijn nog best wel een aantal merken in de industrie. Hé, Mark. Ja. En jij, Marij? Zwart, veel blauw met rood. Kleur. Dat ja. zie je heel goed. Milo? Zijn wel Jamer. Ja, zijn wel. En als ik even mag onderbreken, ja, hoor, hoe zou dat nou komen, hè? Maar kan je je nou voorstellen dat ik deze schoen ook gedragen heb toen ik 17 was? Ja. Dus dat is zeg maar van voor de oorlog nog in de prehistorie. En waarom dat dan nu weer in is, want je ziet er iedereen mee lopen, hoe kan dat nou? Dat is steeds een goed. Wie kan ons helpen? Soms zeg het eens. Gaan de oude trends, nou die waren vroeger heel erg in. En ja, toen was het niet meer in en nu is het er weer in. Ja, maar nu is het, hoe kan het dan dat het al die tijd niet populair was en nu ineens wel? Andere mensen dragen misschien. Is het ook misschien, heeft het iets met retro te maken? Marije? Oh, sorry. Marije, neem je fout. Ik weet niet wat retro betekent, maar ik denk dat het vooral weer geraden wordt omdat ze het weer aanbieden, omdat ze weer reclame willen maken en omdat het bijvoorbeeld een nieuw merk heeft. Oké, en jij had nog een antwoord verteld. Ik ben ook van nu. En dat, Marijn, is precies retro. Dus een beetje nostalgisch, een beetje van wat vroeger in was, gaan we nu ineens weer leuk vinden. Dat is dus mode die je eigenlijk al weer ziet terugkomen. Wat wel grappig is, dat je ziet hier een gezichtje, hè, op de tong van die schoen. Dat is Stan Smith. En heel veel mensen die nu die schoen dragen, die denken van dat Stan Smith een model schoen is. En die weten niet eens meer dat het eigenlijk een tennisser was. Maar goed, dit even terzijde. Wat wil jij nog opmerken? Nou, ja, het kan ook zijn omdat tegenwoordig op social media dat dingen van mensen zitten. Bekende mensen er ook mee. Ah, slecht. Ja, bekende mensen. Zeker. Ik denk dat mensen ook oude merken ook weer gaan dragen, omdat ze dan ja, iets anders uit willen zien dan andere mensen, dat ze eruit willen. Nou, jullie hebben natuurlijk huiswerk gemaakt, maar wat maakt een merk nou bepaald heel tof of heel suf eigenlijk? Wie kan mij vertellen wat hij een hele toffe merk vindt? Jij, Lodewijk. Heb jij huiswerk gedaan? Je wilt toch wel. Ja, ik ga het vertel, wat heb jij gemaakt? Bijvoorbeeld Nike. Ja. En wat vind je van Nike? Wat voor merk is dat? Wat straalt het uit? Hij zegt sportief, dat hebben we nu. Heb je nog iets aan te merken misschien? Ja, het wordt veel gedragen, dus dan ook andere producten dragen. Heel goed. Dus het is iets wat, wat meer mensen hebben? Wat bijvoorbeeld vloggers dragen of artiesten. Kijk, want ik heb een leuk voorbeeld. Deze meneer kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Wie is dit? Zoals je ziet draagt hij verschillende merken. Wat voor merken zie je hier? Gucci. Even wat harder. Dit. Gucci. Burberry. Gucci. Die weet het wel. Gucci. Wie weet deze? Louis Vuitton. Kijk even de schoenen. Gucci. Kenzo. En de laatste? Heel goed. En
Ja, nee, zeg maar wel. Wat zijn het? Wat kun je daarvan zeggen van al die merken? Wat straalt het uit? Duur, hè? Ja. Heel duur. Ja. Wat zegt het over de man, de artiest die ze draagt? Hij is rijk. Is hij rijk? Ja. Zou hij het ook kunnen dragen als hij niet rijk was? Nee. Dat kan wel. Maar misschien omdat hij bekend is, krijgt hij de merken wel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Want dan gaan die andere mensen gaan het weer kopen omdat hij het draagt. Dus toch? Maar als ik niet rijk ben, en dat ben ik niet, dus dat is een goed voorbeeld, maar ik wil wel uitstralen dat ik rijk ben, dan zou ik dat ook proberen te kopen, maar dan bijvoorbeeld in de sale. Ja, toch? Of niet? Ja, dat zou ik zeggen. Oké. Ligt maar net aan wat de boodschap is. Jullie hebben gevraagd aan jullie ouders wat toen de merken waren die in waren, wat hip was. Maar is hier misschien iemand ook die niks met merken heeft? Ja. En waarom is dat, Milo? Nou, ik hou niet echt van merkkleding, want het is eigenlijk gewoon een beetje overbodig. Zeker voor je hebt een wit shirt, daar betaal je bij veel voor. Je hebt een wit shirt met één logo, dan is het gelijk 30 euro meer. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar hij, en jij? Het maakt er niet zoveel uit. Ik let er meestal niet eens op. Je let er niet eens op. Oké, ja, dat zou ook heel goed kunnen. En jij, Snor? Heel veel. Jij wilde ook nog wat vertellen? Ja. Nee? Oké, okay, dankjewel. Goed. Dan gaan we naar de volgende sheet. Dan geef ik het woord aan jou. Ja. Dan kun je je afvragen, wat is nou eigenlijk een merk? En hoe wordt een merk populair? Nou, om dat te vertellen, om dat duidelijk te maken, kan ik misschien best even een verhaaltje vertellen. En een verhaaltje begint altijd met, Er was eens. Staat hier ook. Je hoeft alleen maar een bord te eten. Ja, dit is een waar gebeurd gekomen. Even stil, een waar gebeurd gekomen. Er was dus een man. Het waren de jaren 60. Heel erg lang geleden. Die man was een student. Die hield heel erg van hardlopen. Hij reisde naar Japan en dacht, je kunt hier veel beter en goedkoper schoenen laten produceren. En ze dan weer importeren in de Verenigde Staten. Weet je wat? Dat vind ik zo'n goed idee, ga ik een bedrijf mee beginnen. En dat deed hij. Bedrijf en hardlopen. Zo gezegd, zo gedaan. In Azië laten maken, verschepen naar de VS, naar de Verenigde Staten. En hij had al een logo. Hoe kwam hij aan dat logo? Ook al eigenlijk op El Chipo. Hij had pas een student tegengekomen en had gezegd, wil jij voor een paar uur eventjes een paar logo-schetsen doen? Nou, dat wilde ze wel, Carolyn heette ze, en daar kreeg ze 35, omgerekend, ongeveer 35 euro voor. Nou, dat is tegenwoordig, dat is eigenlijk niks voor een grafisch ontwerper. Terwijl ze er 17 uur aan gewerkt had. Ze liet die schetsen zien aan deze meneer, de meneer heette Phil Knight. En Phil zei van, doe maar eigenlijk niks, zeg maar eigenlijk niks, maar misschien moet ik er nog aan weten, weet je wat, voor 35 euro, doe maar. Dus nou hadden ze een product, een hardloopschoen, en ze hadden een logo, maar dan hadden ze nog geen naam. En de eerste partij schoenen stond al op het schip om naar de Verenigde Staten geïmporteerd te worden. Dus iedereen, jongens, we moeten een naam hebben. Dus al die managers nadenken, en een van die managers die zat in een vliegtuig, en dan had hij zo'n in-flight blaadje te lezen, zo'n magazine, er stond een artikel in over alle succesvolle merken in Amerika hebben iets gemeen. De merknamen bestaan over het algemeen uit twee opvallende lettergrepen. Denk bijvoorbeeld aan Kleenex en Xerox en Band-Aid.
En misschien zegt dat jullie niet zo heel erg veel, maar Xerox is een kopieermachine merk. En in Amerika is dat inmiddels een werkwoord geworden. Dus je zegt niet, ik maak een fotocopie, ik maak een Xerox, zeg je dan. Kleenex, tissues. Wil je een Kleenex in plaats van een tissue? Zo bekend zijn de merken inmiddels geworden. Wat ze ook gemeen hebben is dat ze een opvallende medeklinker hebben. Bijvoorbeeld een N of een K of een X. Mensen zouden denken. Ik heb een briljant idee. Nike. Dus die heb ik tegengebeld. Aan veel doorgegeven. Ik vind het briljant. Nike klinkt goed. Betekent het ook nog iets? Ja, het is de Griekse godin van de overwinning. Ja. Wat wil je nog meer voor een hardloze schoen? Dus het kwam perfect uit. Mag ik de volgende zien? En zo zagen ze eruit. Dit waren de eerste schoentjes. Jaren 70 werden ze voor het eerst in Amerika geïmporteerd. En zoals jullie misschien weten, is Nike nu officieel het allerbekendste merk ter wereld. Niet voor niks dat we het vandaag al een paar keer tegenkwamen. Ja, en dat mevrouw Pina het ook daar. En ik zie het ook bij jullie. En ik zie het ook bij mevrouw Veerman. Hier zie je dus een beetje hoe dat eerste, even stil jongens. Hier zie je hoe dat eerste logo eruit zag. Hè? Dit is gewoon de originele schets. Zo zag het eruit in 1971, 1978, jaren 80. En zo kennen we het nu. En wat zien we? Dat Nike is inmiddels zo bekend geworden dat aan het logo, aan die swoosh, hebben we eigenlijk genoeg. Dan weten we al waar het over gaat. Het merk daar hoeft er niet eens meer bij. En om nog één ding te laten zien. Maar hij heeft een heleboel sublijnen uitgebracht. De test daarvan is wel Air Max. Nike Air is genoemd naar misschien de beste basketbalspeler aller tijden. En dat is iemand? Michael Jordan. Geweldig. Michael Jordan had rugnummer 23. En die noemde als bijnaam Flight. Want wat hij kon is, als hij omhoog sprong naar het net, dan kon hij vanuit de lucht nog net even dunken. Net even omhoog springen en dan de bal erin dunken. Dus zij noemden hem Air. En ze hebben in 1993 dus deze commercial erover gemaakt. Ik ben niet verbonden met het internet. Oh, anders. Ja. Tommy! Hoe kan dat? Nee, hij is bezig met verbinden. Nou, jongens, even geduld. Sorry. Yes. Ja, vertel. Nou, is het nou Nike of Nike? Nike! Maar je mag eigenlijk zelf zeggen wat je wilt. Maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Misschien vinden meer mensen die vraag interessant. Is het nou Nike of Nike? Het is eigenlijk Nike. Het Griekse woord voor de godin van de overwinning is Nike. Nike, ja. Dus vandaar ver-Amerikaans tot Nike. Vraag beantwoord. Niels, is je vraag beantwoord? Ja, oké. Even een beetje vertraging, maar dat komt helemaal goed. Zijn er trouwens nog meer mensen die vragen hebben gehad over dit stuk? Ja. Daar ga ik zo meteen op. Even stil. Kan ik er naar doorvragen? Overigens, ze hebben dat het een palmbal en iemand anders zei hier van de vleugel kan gewoon in. Maar er wordt wel vaak. Jongens, mag ik heel even de aandacht? Ik ben even druk bezig. Maar wat er wel beweerd wordt is dat die swoosh eigenlijk helemaal geen betekenis heeft. Dus daar zijn we het nog niet over eens of dat inderdaad zo dat iets betekent. Maar het zit in ieder geval wel snelheid in. Ja, 1993. Dan denk je, nou dat is ouwe leuk. Maar dan zul je versteld staan van hoe leuk dat nog is. Wat is eigenlijk leuk?
Rotzooi, poef, rommel. Kom je niet uit Zuid-Holland? Nee. En dan gaat hij het doen. Leek. Ja. Oké, prima. Print die kop op. Meek, je dienst kan doen. Je kunt doen. Jongens, jullie allemaal even luisteren naar mij. Gaan we op dat uitleggen. Ja. Jullie hebben natuurlijk huiswerk gemaakt en we hebben voor jullie een opdracht bedacht. We hebben al een naam, dat is Flipflop, maar jullie gaan bedenken, is het een drankje, is het een app, is het een rugzak, zijn het schoenen, is het snoep? Dat is aan jullie. Want op sportkleding zou bijvoorbeeld ook kunnen. Eens kijken. Daarvoor krijg je nu 25 minuten de tijd. Je gaat in groepjes van 4 ga je aan de slag. Dan ga je als groepje ga je één product kiezen en... Als je met z'n vieren, dus in een groepje, verzonnen hebt wat voor product het is, gaat iedereen voor zich daar een tekening van maken, schrijven, knippen, plakken. Achterin staat ook nog een doos met tijdschriften waar je uit kunt knippen. Als je daar gebruik van wil maken, dan mag je door de was lopen uit. Ja, en misschien als groepje, is het merk, is het grappig, is het sportief? Je moet natuurlijk eerst het product kiezen, maar daarna ga je beslissen, is het een elegant merk, is het... grappig, noem het maar op. Zo zijn alle merken onderverdeeld in zogenaamde brand personalities. Dat zijn eigenlijk kenmerken van het merk zelf. Je moet als het ware, als je een naam hebt en een product, heb je nog geen merk. Dat houdt in dat je eigenlijk het merk een soort persoon moet maken. Alle merken over heel de wereld, zoals je nu kunt zien, Google, Disney, IKEA, Apple en Nike bijvoorbeeld, zijn onderverdeeld in deze 12 persoonlijkheden eigenlijk. Zo heb je een verkenner, zoals Jeep, je hebt een schepper, kennen jullie denk ik allemaal wel, Lego, hebben wij ook mee gespeeld vroeger, jullie denk ik ook. Ja. Heel vroeger. Ja, en zo heb je bijvoorbeeld... Ik heb deze niet. Nee, precies. Dat is de held. En zo heb je bijvoorbeeld IKEA, dat is alledaags. Ja, dus zoals ik. Bouwen. Ik heb ook ben vanmorgen in mijn alledaagse bed, dat ben ik niet wakker. Wakker naast ja, de minnaar, dat is Magnum, hè? Magnum. Absoluut. De reclame van Magnum is dat het een heel verleidelijk ijsje is. En daarom wordt het ondergebracht bij de minnaar. Dat heeft verder niets met aanraking te maken. En zoals Disney bijvoorbeeld is onschuldig tekenfilms, dat kennen jullie denk ik ook allemaal wel. Waarom is M&M Hofman? Omdat het altijd een grappig commercial, een grappige commercial is. Oh, het gaat over de vlammen. Ja, het gaat over. Het gaat over. Het is een snoepje, maar wat is de persoonlijkheid van M&M? Vrolijk, grappig. En daar wordt ook die reclame omheen gemaakt. Serieus. Zo heb je bijvoorbeeld ook Dettol, dat merk, dat schoonmaakmerk. Kennen jullie dat? Ja. Nou, dat is best wel onschuldig, maar het is ook eigenlijk een helper. Dus het gaat erom dat je onverwachte combinaties maakt, want dat valt natuurlijk op. En daarom gaan mensen bijvoorbeeld het merk kopen. Snap jullie dat? Dan Misschien nog even uitleggen, want Marwan snapt het niet. Als je een product hebt, is het nog geen merk. Dat hebben we net bij Nike gezien. Je moet een goede naam hebben, maar je moet ook een persoonlijkheid hebben. Ja. Nike is een held, dat vinden allemaal. Zo'n beetje, de meeste mensen hier zitten, vinden Nike het beste. We vinden het heel sportief en stoer. Als ik nou een potje lijn heb, dit is mijn product, stel even dat er geen naam op staat, dan is het gewoon lijn. Er zijn 80.000 soorten lijn, waarom zou ik deze kiezen? Nou,
Ik moet dus iets hebben in die lijn dat mij aanspreekt, dat bij mij past. Die lijn moet een persoonlijkheid hebben, oftewel een merk. Is hij grappig? Is hij elegant? Is hij vrolijk? Is hij stoer? Is hij speciaal voor intelligente mensen, zogenaamd? Dat is de reden waarom ik deze lijn zou kiezen. Marouane, is dat redelijk? Ja? Dus je moet je merk een bepaalde lading, een bepaalde persoonlijkheid meegeven. Als jullie het straks gaan presenteren, dan zou je kunnen zeggen... Bij mij is Flipflop een schooltas, noem maar iets. En Flipflop is bij mij een heel slim merk. Het is eigenlijk voor nerds, ik noem maar wat. En daar kun je dan je merk en je logo verder op afstellen. Wie, voor wie is het nu nog vaag of onduidelijk? Voor wie is het nu nog vaag of onduidelijk? Vingers. Wie weet niet wat hij moet gaan doen? Okay, beautiful. You show you. I guess I don't know.
Ja, dat is zo.